Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. In de avond en nacht zijn op sommige plaatsen in het binnenland perioden met lichte tot matige buien, soms met onweer en windstoten. Aan het einde van de nacht ontwikkelt er op bepaalde plaatsen nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen in de ochtend blijft het voornamelijk droog. In de middag en begin van de avond zullen op enkele plaatsen perioden met lichte tot matige buien, soms met onweer en windstoten voorkomen. Variërend vanuit het noordoosten tot oosten kan de wind met snelheden oplopen tot 25 km per uur. Lokaal kan die tijdelijk toenemen in windsnelheid, vooral kort voor en tijdens onweersbuien, maximaal tot 45 km per uur. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 36 graden Celsius. In de middag en avond is er kans op enkele matige onweersbuien die soms gepaard gaan met windstoten.